Ik heb geen poëzie bij me deze keer, maar een verhaaltje. Dus dat is ook eens wat anders. Het heet Vereniging van Uitersten. Er waren eens een gitzwart en een spierwit pionnetje. Op een dag kwamen ze elkaar, zoals regelmatig gebeurde, tegen. Gek is dat, zei het zwarte pionnetje. Als mensen mij zien, zeggen ze altijd: het is zo zwart, ik heb helemaal geen uitzicht meer. En ze zien helemaal niet hoe vaak wij elkaar tegenkomen. Dat is vreemd, zei het witte pionnetje. Als mensen mij zien, zeggen ze het tegenovergestelde. Dat ze het liefst alleen maar naar het witte kijken, terwijl ik dan juist het idee heb dat ze helemaal geen nuances meer zien. Het zwarte pionnetje knikte en voegde eraan toe: en als ze ons samen zien, dan zeggen ze dat het wel een hele grote tegenstelling is. Het witte pionnetje dacht hierover na. Raar toch, zei hij, want eigenlijk horen we bij elkaar. Al die verschillende kleuren grijs zouden er niet zijn als wij elkaar af en toe niet, zoals nu, zouden tegenkomen. En toch kijken mensen vaak alleen maar naar zwart of naar wit. Misschien, dacht het witte pionnetje verder, moeten we een vereniging oprichten. Een vereniging van uitersten. Zodat wij uiterste tegenstellingen elkaar in alle rust kunnen ontmoeten en kunnen praten over wat ons juist verbindt. Het zwarte pionnetje vond dat een heel goed idee en zo gezegd, zo gedaan. Ze richtten hun vereniging op. Ze verstuurden een uitnodiging aan alle mogelijke geïnteresseerden. Als logo kozen ze voor een lange rechte lijn die langzaam van zwart via grijs naar wit overliep. De eerste die lid werden waren goed en fout. Ze waren blij om eens een keer zonder oordelen en vooroordelen bij elkaar te kunnen zijn. Je kunt niets immers goed leren doen zonder fouten te maken, zei goed. En fout voegde daaraan toe: we worden vaak door elkaar gehaald. Het zou mooi zijn als iedereen kon merken hoe verschillend ze ons zien. Wat de ene denkt dat goed is, ziet de ander als fout. En omgekeerd. En het gaat pas echt fout als iedereen denkt dat hij het zelf als enige bij het goede eind heeft. Vervolgens kwamen nooit en altijd. Wat fijn dat jullie ons bij elkaar brengen, zei nooit. Mensen ontzeggen zich zoveel door zichzelf alleen maar mij op te leggen. Ze kijken dan nooit verder dan hun neus lang is. Klopt, zei altijd. Als mensen altijd hetzelfde doen, verandert er nooit wat. Als wij wat vaker tegelijk ons werk kunnen doen, zodat er bij ons allebei een marge is, zou de balans veel beter zijn. Daarna kwamen licht en donker. Iedereen is zo vaak zo bang voor de schaduwkanten, zei donker. Maar niemand is alleen maar een verlichte heilige. Alles heeft een donkere kant. En ik kan alleen maar voor diepte en perspectief zorgen als er schaduwen zijn, zei het licht. Pas als je ons alle twee ziet, zie je hoe dingen echt zijn. Vervolgens arriveerden liefde en haat. Heel even keken beide pionnetjes bedenkelijk. Hoe moeten we jullie verenigen? Vroeg het zwarte pionnetje. Och, zei liefde, dat is complex en eenvoudig tegelijk. Waarmee meteen twee andere verenigingsleden waren benoemd. Liefde is soms complex. In feite kan ik alleen bestaan waar uitersten verenigd zijn. We zijn bij heel veel uitersten betrokken. Bij goed en fout, bij zwart en wit. Waar uitersten elkaar niet erkennen, is haat. En ik ben ook liefde, voegde haat eraan toe. Eigenlijk ben ik heel eenvoudig niks anders dan verkeerd omgerichte liefde. Want je kunt niet iets haten als het je onverschillig laat. Of je kunt iets haten uit liefde voor iets anders. Als onze connectie niet gezien wordt, worden uitersten in stand gehouden. Zo had ik dat nog niet bekeken, knikte het zwarte pionnetje. En liefde en haat kregen een ereplaatsje in de rij tussen alle uitersten. De volgende twee die lid werden, waren leven en dood. De pionnetjes heten hem welkom en de dood zuchtte, opgelucht. Ik was bang dat alleen zwart en donker mij zouden willen zien, zei hij. Het witte pionnetje moest daarom lachen. Hoe kan ik nou de dood buitensluiten? Het enige dat het leven echt zeker weet, is dat jij altijd aan het eind ervan zult staan. En leven voegde hier nog aan toe. Vergeet ook niet dat de dood van het een het leven van de ander kan betekenen, want zo gaat dat nu eenmaal. Het zwarte pionnetje keek peinzend. Nu jij dat zo zegt, bedenk ik dat wij ons logo helemaal niet goed hebben gekozen. Al deze uitersten liggen soms heel ver uit elkaar, maar ook heel vlak naast elkaar. Hij nam de van zwart naar wit lopende lijn van de muur en boog hem zo ver door dat deze een cirkel werd, waarvan de uiteinden elkaar raakten. Zo klopt het beter. Nu zijn de uitersten echt verenigd. Alles is verbonden. Zo had de Vereniging van Uitersten voortaan een oneindig doorlopende cirkel als logo. Meer en meer uitersten en tegenstellingen werden lid en verenigden zich in de cirkel. De allerlaatste die lid werden, waren hemel en aarde. Hé, zei het zwarte pionnetje, waar is de hel? Nou, zei de hemel, de hel komt later misschien nog. Wanneer dan? Vroeg het witte pionnetje. Nou, die komt pas als jullie deze vereniging weer opheffen. Want er is geen hel, zolang alle uitersten zonder oordeel naast elkaar kunnen bestaan en in elkaar kunnen overlopen. Degenen die dat kunnen zien, zullen zien dat het mogelijk is om in de hemel op aarde te leven. Dankjewel. Alles is verbonden. Dankjewel. Dankjewel, Roos.